Nou, we zijn met een dunning begonnen en dat doen we vooral om de bomen ruimte te geven om zich te ontwikkelen. En ook om de biodiversiteit en de diversiteit van bomen groter te laten worden in Rotterdam. Als bomen te dicht op elkaar staan, hebben ze te weinig ruimte, worden ze heel smal en iel en krijgen ze vaak ziektes en besmetten elkaar. En door die ruimte groter te maken, kunnen bomen zich beter ontwikkelen. En ja, soms moeten dan gezonde of zieke bomen daarvoor wijken. Nou, hoe bepaal je nou dat bomen weg moeten? Dat heeft te maken met de soorten die in zo'n bosvak staan. Staan er heel veel eiken en wil je juist een beetje meer andere soorten erin hebben? Ja, dan maak je ruimte door wat eiken weg te halen. En ook die jonge bomen die daar weer gezaaid worden, die kunnen zich dan weer groot worden en breed worden. Nou, en zo krijg je ook een hele goede opbouw van de leeftijd van zo'n bos. En krijg je dus ook genoeg dood hout. Je hebt dood hout nodig om dieren voedsel te kunnen geven, om langzaam voedingsstoffen weer terug te geven aan de natuur. Nou, we hebben hier een houtwal gecreëerd. Dat is voor de dieren, de vogels, die kunnen er dan in verschuilen. En ja, dat is om het hout zoveel mogelijk in het bos te houden en niet te versnipperen, zodat het nog een tweede leven kan hebben. Er zit achter iedere dunning een enorm plan met gedachten van hoe kunnen we nou zeker stellen dat dat bosvak goed blijft.